de PlayStation 5 is uit, dus wordt het de hoogste tijd om te kijken wat de beste games zijn die je momenteel op het platform kunt spelen. Daarom presenteert Power Limited de 10 beste PS5 games op willekeurige volgorde. Spider-Man Miles Morales. Miles Morales is niet zomaar die andere Spider-Man. Dat blijkt wel uit dit korte, maar niet minder explosieve avontuur. Natuurlijk kennen we de meeste gameplay elementen al uit het vorige deel, zoals hoe fijn het is om eindeloos door Manhattan te slingeren. Maar op andere vlakken is Miles Morales juist heel erg fris. Zijn elektrische Venom-krachten spatten bijvoorbeeld van het scherm af en doen Peter Parker overkomen als maar een gewone boevenvanger. Ook zit de game ramvol hints naar het Marvel-universum dat Insomniac Games in recordtempo uit de grond heeft gestampt. Miles Morales is een soort van levend comicboek-universum dat dus nog alle kanten op kan. Oh, en laten we de Spider-Cat niet vergeten. Demon's Souls. De afgelopen jaren hadden we een beetje medelijden met Demon's Souls. Waar Dark Souls altijd wordt genoemd als de grondlegger van een nieuw genre, gaat die eer eigenlijk naar From Software's Demon's Souls. Zoals elk goed wraakverhaal duurde het jaren voordat we weer wat van de game zagen, maar de remake van Bluepoint Games brengt eindelijk gerechtigheid. Niet alleen is het een van de weinige echte PS5 exclusives, maar ook tilt het de gameplay van het duistere Boletaria naar een hoger niveau. Er is eindelijk een fantastische manier om de grondlegger van de Souls-like te beleven en die duivelse flamelurker te lijf te gaan. Assassin's Creed Valhalla. Voor een serie die eerst bekend stond om sluipmissies, ben je in Valhalla niet bepaald subtiel. Als de bloeddorstige viking Ivor sla je namelijk hoofd in met de bottenbel en steek je dorp in de fik, maar maak je ook vrienden met de lokale bevolking van Engeland. De allianties die je opbouwt laten zien hoe hoog Ubisoft inzet op de RPG-elementen, zonder spelers daarbij te overspoelen met icoontjes en nutteloze quests. In plaats daarvan verken je op een hele natuurlijke manier de prachtige landschappen waar je meer dan eens maffe verhalen en waardevolle schatten tegenkomt. Astro's Playroom. Astro's Playroom is een gratis game, maar dat betekent niet dat het zomaar een tech-demo is. Ja, het laat op een briljante wijze zien hoe de DualSense-controller werkt, maar dat is slechts één onderdeel van deze prachtige platformer. Astro's Playroom is namelijk een soort reis door de geschiedenis van PlayStation, waarbij je in creatief ontworpen levels vrij letterlijk door de PS5 springt en wordt belaagd door geinige robotjes die verwijzen naar allerlei grote PlayStation franchises. Astro's Playroom is een feest van herkenning en eigenlijk essentieel als je de PS5 voor het eerst opstart. Sackboy A Big Adventure. Over platformers gesproken, Sackboy A Big Adventure is een bijzonder aangename verrassing. De wereld van deze vrolijke Little Big Planet spin-off is prachtig in elkaar geknutseld en blijft spelers keer op keer verrassen. Denk aan onderwaterlevels, 2D platformsecties en swingende muzieklevels waarbij je springt op het ritme van de muziek. Dit alles wordt alleen nog maar leuker in de multiplayer mode van de game, waarbij je met 3 vrienden in samengestelde outfits samen de eindstreep moet zien te behalen. De chaos die daarbij komt kijken, maakt Sackboy de co-op game op de PlayStation 5. Immortals Fenyx Rising. We hadden niet gedacht dat Ubisoft's schaamteloze Zelda-kloon zo goed zou zijn. Toch is het waar, Immortals Fenyx Rising is een wonderschone open-wereld game met een uitstekende mix van verkennen, puzzelen en knokken in de Griekse mythologie. Immortals is ook een hele rustgevende game, waarbij het niet zoveel uitmaakt in welke volgorde je dingen doet. Zweef een beetje rond, los een breinbreker van een puzzel op en doe lekker waar je zin in hebt. Let the tale of Phoenix be my redemption. Destiny 2. Toen Destiny 2 uitkwam in 2017 vonden we de game maar matig. Maar zoals bij wel meer games als een service is dat oordeel al lang achterhaald. Tientallen updates en een paar grote uitbreidingen later is Destiny 2 heel dichtbij de MMO-shooter die het moest zijn. Alleen al de Beyond Light update uit 2020 voegt de gigantische planeet Jupiter toe, geeft spelers nieuwe krachten en biedt een ouderwets pittige raid. Daarbij kwam de PS5 update als geroepen. Eindelijk kunnen we de game in schitterend 4K en 60 fps spelen.
Er is dus geen beter moment om Destiny 2 op te pakken. Dirt 5. Er zijn nog maar weinig racegames uit voor de PlayStation 5, dus als je er een zoekt, kom je automatisch uit bij Dirt 5. We zullen daarom eerlijk zijn, Dirt 5 is geen grote revolutie, maar dat is eigenlijk juist een pluspunt. Zo is racen toegankelijker dan ooit en is de carrière-modus aangekleed met fantastisch commentaar van niemand minder dan Nolan North en Troy Baker. Ook is Dirt 5 bijzonder gevarieerd. Verwacht races door de sneeuw, over asfalt en zelfs over stuntbanen in de Playground mode, waarbij je zelf de gekste levels maakt en ze deelt met anderen. Planet Coaster Console Edition. Als console gamer ben je toch een beetje jaloers op die exclusieve pareltjes als Planet Coaster. Gelukkig is die leidersweg eindelijk voorbij dankzij een PlayStation 5 versie die de content en de fun van het origineel intact houdt. Ja, de controller werkt natuurlijk niet zo goed als een muis en toetsenbord, maar dat vergeet je al snel als je park groter en groter wordt en het aantal uren op de klok omhoog schiet. Planet Coaster spelen voelt alsof je een bak met Lego krijgt om je dromen waar te maken. Bouw een kartbaan die door heel het park loopt of maak Hogwarts na. The sky is the limit. Fortnite. Ja, dat is een verrassing, hè? Of niet, want Fortnite is natuurlijk nog steeds een fantastische Battle Royale game waar we door de fantastische ondersteuning van Epic Games keer op keer naar terugkeren. Tegenwoordig gaat het namelijk om veel meer dan dat. Filmtrailers, concerten en crossovers met franchises als Marvel en Star Wars brengen miljoenen spelers bij elkaar op een manier die je in geen andere game ziet. Dit zijn volgens ons de 10 beste PlayStation 5 games van het moment. Wat zijn jouw keuzes en heb je eigenlijk al een PlayStation 5? Laat het weten in de reacties en druk gelijk even op die volgknop.